Het is heel zeldzaam, dit type bos. Met een aantal heel eigen soorten die je eigenlijk alleen maar op dit soort plekken vindt. Ja, we zitten hier dus tegen de schietbaan aan en tegen het TT-circuit. En moet je zien wat je hier hebt. Het is al die heidesoorten. Er zit struikhei in, een bloeiende dophei die we nu overal zien. Er zit kraaiheide in, heel typisch voor Drenthe. Eenaardig wollengras en veenpluis en kleine veenbes. En dan nou heb ik het nog niet over de mossen gehad en de veenmossen die erin zitten. Ja, dit is dus heel rijk en ik vind dit echt heel bijzonder. En een van die bijzondere dingen is dat het hier... Het is nooit afgegraven geweest. Dit zit in de rand van die hoogveengebieden en hier is de turf niet weggehaald. Dat kon niet uit, was niet rendabel. En daarom is het zo uniek? Dat is een van de dingen die het uniek maken, ja. Hebben we hier nog kansen op het aantreffen van een veenlijk? Nou, het lijkt me stug, maar, want er is genoeg gekeken, zeg maar. Maar ja, je weet natuurlijk nooit. We zijn hier op de Maasvlakte, de haven van Rotterdam. En we zitten hier eigenlijk te midden van gigantische industrie, olieterminals, snelwegen, zeeschepen. En wat we hier eigenlijk zien, is ook hele mooie vegetatie. Een bijzondere natuurwaarde. En waar ik hierbij zit is een poel voor de rugstreeppad. Een Europese beschermde soort, die hier in de haven eigenlijk heel veel voorkomt. Net van kikkervisje naar een klein padje veranderd. En dit zijn de padjes die dit jaar zijn uitgeslopen. En eigenlijk zien we dat hier jaar op jaar die padden zich toch kunnen voortplanten. Achter mij zie je een prachtige vegetatie. Die kan ontstaan op deze leidingstrook. Juist omdat hier geen mensen komen. En omdat hier heel extensief wordt beheerd. En wij ecologen van Bureau Stadsnatuur onderzoeken dit soort locaties al jarenlang. Om de natuur die hier spontaan mag ontstaan. Te onderzoeken op natuurwaarden, op beschermde soorten. Nou, de Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Het is een hele ruige zee, maar ook een hele economische zee. We kennen de zee eigenlijk vanaf het strand. Heel veel mensen denken dat de Noordzee een vieze, grijze, grauwe bak is. Een mikszeetje eigenlijk, maar het tegendeel is waar. Het is een hele voedselrijke zee. Waar heel veel in gebeurt, waar heel veel actie is, wat heel kleurrijk is. En dat willen we de mensen laten zien. Dit is de bufferzone van de schietbaan Witte. En dat is noodzakelijk, omdat als er deze kant opgeschoten wordt, dan is deze zone gewoon gevaarlijk. Daarom is het afgesloten. Mogen er geen mensen komen. Is het heel rustig. En daar maakt de natuur dankbaar gebruik van? Daar maakt de natuur dankbaar gebruik van. Ik zit naar die mossen te kijken. Dit is een oude koeienfly. En strontmos is hier een paar jaar geleden gevonden op oude koeienflyen. En ik zit toch iedere keer naar die koeienflyen te kijken of ik hem terug kan vinden. Want strontmos is heel bijzonder. Die is 100 jaar uit Nederland weg geweest en werd toen hier ontdekt. Opnieuw ontdekt. En dat is de enige plek in Nederland waar die... Nou ja, een jaar of 10 geleden stond. En ik heb hem toen ook gezien, maar daarna, na het eerste jaar, nooit weer. En ik loop altijd al die oude koeienflyen af om te kijken van, zit het er nou op? Maar hier zit het er niet op. Er zitten wel allerlei mossoorten op, maar niet dat mos. En dat mos is zo karakteristiek voor die oude koeienflyen in het veengebied. Ja, hier vlak naast de drukste vaargeul van de haven... Hier op de achtergrond, de containerterminals, zien we toch zeehonden slapen op een strandje, heel rustig. En het is natuurlijk wel een heel leuk contrast tussen die rustende zeehonden en het industriegeweld van de haven hier. Ja, dit is wel gaaf. Hier achter deze hekken zit een van de grootste meeuwkolonies van Nederland. Er broeden hier tienduizenden kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen. We gaan een kilometer of 60, 70 uit de kust. Dan zijn we op de Bruine Bank. Dat is een gebied in de Noordzee tussen IJmuiden zeg maar, en Engeland. Een ondiepte in zee. Wit zand op de bodem, waardoor het licht heel mooi weerkaatst. Een ontzettend mooie filmplek voor ons. Nou, straks komen we aan op de duikplek.
En dan komt altijd een heel mooi moment. Je springt het water in. Je gaat langs de ankerlijn naar beneden. Maar je zit eigenlijk in één grote mist. Hè? Onder water is het zicht misschien 4 meter. Kan ook 10 meter zijn, dat weten we nooit van tevoren. Maar het is nooit op de Noordzee 50 meter. Dus het is, je zit in een soort mist. Je daalt die lijn af. En dan in één keer doemt dat wrak op. Dat is natuurlijk een heel mooi moment. Hè? Want je ziet al die vissen al boven dat wrak hangen. Je ziet die kleurrijkheid. Het is stil onder water. Je kan ook niet met elkaar praten. Je zit op 30 meter diepte. Dat doet ook iets met je. Dus je raakt in een soort trance, in een soort roes. En dat is een echt een fantastisch moment. Ja. Dit is zandhaarmos en dat is een soort die we eigenlijk op de droge, dorre zandgronden vinden. En daar is het een vlakke mat, zeg maar. En in die hoogvenen komt een vorm voor die juist die bulten vormt. En dat is een heel eigen micromilieu. Weer andere mossoorten ingroeien en levermossen erin. En dit is dus helemaal gevormd, die hele bult is helemaal gevormd door lange mosstengels die naar boven groeien. En dat doet deze soort en dat doen de veenmossen in zo'n veengebied doen dat ook. Die groeien omhoog en die vormen bulten en slenken. Het zijn allemaal micromilieus waar allemaal verschillende soorten hun eigen plekje in hebben. Dit is echt heel karakteristiek voor de hoogveengebieden. Ik denk dat het in bijna alle hoogvenen voorkomt. Maar de hoogvenen zijn zo zeldzaam geworden. Hebben we allemaal afgegraven. Er is eigenlijk niets van over. Ja, dit zijn hele mooie plekken. We staan hier in een relict van de spontaan ontstaande natuur hier na de aanleg van de eerste Maasvlakte. En hier vinden we echt enorm bijzondere planten die in Nederland eigenlijk heel zeldzaam zijn. Zoals de Parnassia, groenknororgis, ook wat meer duinsoorten zoals ratelaar, wespenorgis, ooggetroost. Het is eigenlijk midden in de haven een fantastische vegetatie. Blijft dit altijd natuur of wordt het op een zeker moment bebouwd door de haven? Ja, dit is het laatste relict van een vrij groot natuurgebied dat hier was en bijna volledig is bebouwd. En het havenbedrijf heeft dit echt aangewezen als een ecologische stapsteen. Dus dit blijft natuur. Als je op het strand staat en je kijkt naar zee, dan denk je het is één grote massa water. Maar niemand heeft het idee dat er zulke mooie wrakken liggen. Die zo mooi begroeid zijn, waar zoveel leven op is. En dat willen wij in onze serie ook laten zien, hoe mooi die Noordzee is. Defensie heeft meer oefenterreinen in het land, waar de kogels je om de oren vliegen. En ook daar zijn de natuurwaarden uitzonderlijk hoog. Hoe kan dat? Nou, dat komt voor een deel omdat het van oudsher terreinen zijn die hoge natuurwaarden hebben. En waar Defensie eigenlijk naartoe verbannen is. Aan de andere kant, het zijn terreinen waar mensen niet komen. Ze zijn vaak afgesloten. Maar ook op de opengestelde terreinen vinden we het wel. Ja, het heeft ook te maken met de armoede van de bodem, de voedselarmoede van de bodem. En ja, het samenspel tussen wat Defensie doet in de terreinen en de natuur, hoe de natuur daarop reageert.